Op een dag is Boris Beer heel hard aan het werk. Hij zaagt houtblokken in planken. Dan komt Nijntje op bezoek. Wat ben je aan het doen, Boris? Vraagt Nijntje. Ik zaag deze houtblokken in planken, zegt Boris. Wat doe je met die planken? Vraagt Nijntje. Ik kan van alles maken met deze houten planken, Nijntje. Kijk, ik zal het je laten zien. Boris neemt Nijntje mee naar binnen om haar te laten zien wat hij heeft gemaakt van de houten planken. Ik heb deze tafel van mijn planken gemaakt. En deze bank. En zelfs deze muren. Ik kan bijna alles maken met houten planken. Kom maar kijken. Hij neemt Nijntje mee naar zijn werkbank. Ik zal iets bijzonders voor je maken. En terwijl ik eraan werk, mag jij raden wat het is. Boris legt twee planken naast elkaar op zijn werkbank. Wordt het een tafel? Vraagt Nijntje. Nee, zegt Boris, het wordt geen tafel. Dan zet hij nog twee planken aan de uiteindes. Oh, zegt Nijntje, wordt het een bankje? Nee, zegt Boris, het wordt geen bankje. Dan zet hij nog twee planken aan de zijkanten. Ik weet het, zegt Nijntje. Wordt het een kist met een deksel? Nee, zegt Boris. Het heeft geen deksel en het wordt geen kist. Boris slaat spijkers in de planken om alles vast te maken. Hij pakt een rond houtblok en zaagt er vier stukken vanaf. Hij maakt de vier ronde stukken hout vast aan de zijkanten. Nu kun je zien wat het wordt, zegt Boris. Ik weet het, roept Nijntje blij. Het wordt een wagentje. Dat klopt, zegt Boris. Het wordt een klein houten wagentje en het is bijna klaar. Nijntje maakt een sprongetje van blijdschap. Wat een mooie, zegt ze. Dank je wel, Boris. Stap maar in, Nijntje, zegt Boris. Dan zal ik je naar huis brengen. Nijntje gaat voorzichtig in het wagentje zitten. En als een prinses rijdt ze naar huis. Reuze blij, Snuffy, Knorretje en Boris Beer. Kijk, ook Betje is er weer lekker.